Hallo allemaal. Jury vroeg mij of ik een filmpje wilde opnemen over marxistische politieke economie. Ik heb daar in mijn proefschrift heb ik me een beetje in die materie verdiept. Dus ik vind het leuk om te doen en ik vind het ook wel belangrijk dat we deze ideeën bij FPS met elkaar bespreken. Dus ik heb een paar punten voor mezelf en voor jullie uitgeschreven. En ja, die ga ik met jullie doornemen. Het zijn twee delen geworden. In het eerste deel heb ik meer algemeen verhaal over hoe marxistische politieke economie verschilt van de neoclassieke economie. En daarna heb ik nog een iets meer, ja, iets gedetailleerder verhaal over hoe Marx naar de economie kijkt en hoe Marx over waarde dacht. Omdat het ook aansluit bij dat artikel wat jullie deze week moeten lezen. Wat overigens een behoorlijk ingewikkeld artikel is. Dus ik kan me voorstellen dat jullie daar wel een beetje extra achtergrond voor kunnen gebruiken. Oké, allereerst om te beginnen denk ik dat het goed is om een duidelijk onderscheid te maken tussen de analyse van Karl Marx en de politiek van Karl Marx. Das Kapital, misschien hebben jullie wel eens van gehoord, een van de beroemdste boeken van Marx. Is in eerste plaats gewoon een poging om de politieke economie te begrijpen, om de wereld te begrijpen, te verklaren. Marx is natuurlijk ook actief geweest met politiek, met de vraag hoe de wereld eruit moet zien. Hij schreef het Communistisch Manifest samen met Friedrich Engels, wat een grote rol speelde in de opkomst van het communisme in Europa, wat vervolgens ook weer een rol speelde in bijvoorbeeld de Russische Revolutie. Dus nou, in sommige kringen. En zeker in Nederland is dat in mijn ervaring snel het geval. Moeten mensen een beetje gniffelen als je over Marx begint. En dan vliegen de grapjes over Stalin en de gulags je om de oren. En alhoewel natuurlijk in naam van dat marxisme over de hele wereld allerlei misdaden zijn begaan, denk ik dat het heel dom is om die reden ook de analyse ja, letterlijk links te laten liggen. En daarbij denk ik als de misdaden die zijn begaan onder het mom van bepaalde economische theorieën. Als dat die theorieën zou ontkrachten of delegitimeren, dan zouden we misschien de neoclassieke economie ook wel eens een stuk minder serieus moeten nemen. Maar dat is misschien een stelling voor een andere discussie. Oké. Jullie weten inmiddels dat de neoclassieke economie gaat over de interactie tussen individuen. Zo begint het, hè? Dus die individuen hebben allemaal bepaalde voorkeuren en belangen en die proberen ze te maximaliseren. Maar Marx die begint op een heel ander punt. Die begint juist met het idee dat mensen sociale dieren zijn. Dat mensen in groepen leven. Niet per se dat Marx denkt dat we allemaal lieve hippies zijn. En Marx die ziet ook wel, die zag ook wel dat als je naar de geschiedenis kijkt, dat mensen strijden om een materieel eigenbelang. Maar in die strijd zoeken we elkaar op. Dus mensen met dezelfde belangen zoeken elkaar op en trekken, als dat lukt, samen ten strijde tegen groepen met tegengestelde belangen. Zo zag Marx de geschiedenis. Daar begint zijn analyse. En dan vervolgens ziet Marx dat mensen zich op allerlei verschillende manieren organiseren. Nationaliteit, religie, etniciteit, noem maar op. Maar volgens hem is er één specifiek onderscheid dat als je de echte opkomst van onze kapitalistische wereld echt wil begrijpen, boven al die andere vormen van onderscheid gaat. En dat is het onderscheid tussen arbeid en kapitaal. Dus tussen de mensen die de productiemiddelen bezitten, kapitaal, dus de fabrieken, de machines, het land, de havens, de wegen, de patenten, en mensen die niets bezitten en alleen maar hun arbeid kunnen verkopen. De arbeiders, arbeid. En die groepen zijn volgens Marx fundamenteel van elkaar afhankelijk. Dus de mensen met de fabrieken die hebben, ja, mensen nodig om aan de hendels te trekken, om het heel plat te zeggen. En de mensen met het land hebben mensen nodig om op het land te werken. En aan de andere kant ja, moeten de mensen die niks hebben toch op een of andere manier aan eten komen. Ze hebben geen land, ze hebben geen fabrieken, geen machines. Zij bieden hun arbeid aan. Dus die groepen zijn fundamenteel van elkaar afhankelijk. Maar tegelijkertijd zijn hun belangen ook fundamenteel tegengesteld. Dus kapitaal heeft er belang bij dat de mensen die op hun land werken, zo min mogelijk van die opbrengst van dat land mee naar huis nemen. Dat ze dus zo min mogelijk van die opbrengst van dat land aan loon hoeven uit te betalen. En arbeid heeft er natuurlijk juist belang bij dat er zoveel mogelijk van die opbrengst, ja, met hen mee naar huis gaat. Nou ja, goed, Marxistische economie gaat in feite over de dynamiek binnen en tussen deze twee groepen.
Dus hoe probeert het kapitaal zoveel mogelijk waarde uit arbeid te knijpen, zou maar ik zeggen. En hoe proberen arbeiders juist zoveel mogelijk waarde voor zichzelf op te eisen, door zich bijvoorbeeld te organiseren. En het is niet per se dat de marxistische politieke economie per se iets heeft tegen grafiekjes en formules. Maar het is wel kritisch op de manier waarop dan bijvoorbeeld binnen de neoclassieke economie, in de poging om alles kwantitatief en wiskundig kloppen te krijgen, eigenlijk voorbij gaan aan die sociale dynamiek. En dan specifiek dus de historische dimensie van de sociale dynamiek. Het geweld, de onderdrukking, het koloniale geweld, de koloniale onderdrukking. Verhalen van solidariteit, van ondermijning, van verraad. Allemaal verhalen die volgens hen, en juist ook in het historisch perspectief, heel erg belangrijk zijn om te kunnen verklaren hoe de wereld nu in elkaar zit. Waarom mensen zoveel meer verdienen dan andere mensen. Ook hoe we met de natuur omgaan. Hoe we met de natuur of wiens natuur omgaan. Nou ja, en er zijn er ook nog mensen die daar iets verder in gaan. Die dus dan zeggen van, het is misschien helemaal niet zo toevallig dat die neoclassieke economie, en dan vooral moet ik erbij zeggen, een soort van de neoliberale vorm die dat de afgelopen jaren heeft aangenomen, het is niet zo toevallig dat dat zo populair is geworden. Omdat die focus op individuen en een soort van dat we met z'n allen starten vanuit het idee dat we allemaal als individu ons eigen belang nastreven, is in het belang van kapitaal. Het idee dat we met z'n allen voornamelijk verantwoordelijk zijn voor ons eigen geluk heeft misschien wel bijgedragen aan de neergang van de vakbondsbeweging bijvoorbeeld in Nederland of over de hele wereld. Dus er zijn mensen die zeggen welke economische theorie dominant is en vanuit welke startpunten die economie dan die verschillende theorieën de wereld proberen te verklaren, heeft ook weer invloed op diezelfde strijd tussen arbeid en kapitaal. Nou, sommige mensen die zien daar een soort van conspiracy in, andere mensen die zien daar, die denken dat het gewoon de afgelopen decennia zo gegaan is. Oké. En als je dan denkt, dit is een 19e eeuwse theorie over een 19e eeuwse situatie, dan moet je misschien even op DuckDuckGo zoeken naar de arbeidsinkomensquote. Eigenlijk de verdeling van de taart in Nederland tussen arbeid en kapitaal en hoe dat de afgelopen jaren verschoven is van werknemers naar werkgevers. Nou ja, waar dat dan door komt, dat is iets waar we dan misschien in een vragenuurtje met Jury nog verder over kunnen discussiëren. Maar ja, ik denk wel dat het feit is dat ik die arbeidsinkomensquote de laatste tijd vaker terug zie komen en dat ik ook steeds meer mensen toch serieuzer over de ideeën van Marx wil praten, denk dat wel suggereert dat voor veel mensen de neoclassieke economie in ieder geval een aantal aanvullingen behoeft. En ik hoop dat we daar deze week in de werkgroepen ook met elkaar over kunnen praten. Dit is een beetje een algemene intro op marxistische politieke economie. Dan ga ik hierna nog een klein filmpje opnemen waarin ik dan iets dieper induik op die concepten die ook in dat artikel naar voren komen.